Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, ik ben G. Ramon. Hoi. Nou, het is goed lang zie ik bij jou. Ja, dat klopt. Het kan natuurlijk zijn dat dit het model is waar je naartoe wilt werken. Nee. Nee? Je nee, wilt dus, hem... Ik ben gewoon te lui om naar de kapper te gaan eigenlijk. Oké. Okay. Maar doen we dan, lekker kort en vooral niet om ogen. Oké. Okay. Zal ik je verrassen of zal ik uitleggen wat ik ga doen? Ja, verrassen is ook wel leuk. Ja? Oké, okay, pak even mijn kettingzaag, ben ik zo weer terug. Nee. Ik heb nul zin in. Nee, wat ik ga doen is de zijkant vooral kort, niet skin fade, dus niet dat je echt helemaal op de huid kijkt, maar wel bij je bakkenbaard en de nekpartij, dat die van licht naar wat donker verloopt. De lengte voor ga ik wat inkorten, maar je hebt heel stil haar, dus maak ik het te kort, gaat het heel erg pieken ook. Vooral bij je kruin ga ik het niet te kort maken. Wat gebruik je als stylingsproduct? Af en toe doe ik wel gel erin als het echt even... Heb je vaak ook een pet op? Of, Ik heb vaak een helm op. Oké. Okay. Een helm? Een skatehelm. Oké. Okay. Ik werk als skateleraar in Valhalla. Oké. Okay. En als je aan het skaten bent, heb je altijd een helm op? Ja, dat is, vind ik zelf zo fijn en het is goed voor de kinderen. En gel en wax met zo'n helm erbovenop? Of zo'n plakboel? Dus, Oké, okay, cool. Oké, okay, cool. Dus je bent... docent, je geeft les. Ik geef steples in Valhalla aan eigenlijk kinderen van bijna alle leeftijd. Ja. En verder af en toe skateboardles geven, BMX-lesje of inline skateles. Oké, okay. En je zegt steples, waar moet ik dan aan denken? Gewoon echt een step? Aan zo'n klein stepje, waar je vroeger waarschijnlijk wel als klein kind op hebt gereden. Ja. Alleen die voor mij is het verschil dat die heel stuk steviger is. Ja. En iets groter. Okay. Veel speelt het ook niet. Voor mij heb ik dat wel eens gezien van die skatebaanborden waar ze dan met zo'n kleine step ook allemaal trucjes en zo. Weet je dat idee? Ja, precies. Oké. Okay. Heb je een step bij je toevallig? Ja, die zit in de auto om de hoek. Oké, dus je kan straks gewoon over deze stoel heen. Nou, er overheen, er tegenaan kan ik wel, maar overheen weet ik niet. Ja, die stoel is mij te lief, dus tegenaan doe maar niet. Als je er overheen kunt vliegen, cool. Maar dat gaat het niet worden, zeg je. Nee, helaas niet. Oké. Okay. Hoe lang duurt dat al? 4-5 jaar ongeveer. Ja. Alleen de laatste paar jaar dat ik echt serieus mee bezig ben. Tot zover dat kan. Dat je het ook echt als werk... Want het is werk, hè? Het is geen voor mij is hobby. Voor mij is het geen hobby meer. Het is werk geworden, gelukkig. Oké. Okay. Ben je blij met de nieuwe locatie? Het is nieuw, het is alweer een tijdje terug nu. Ja, zeker. Het is echt een hele mooie locatie. We hebben een geweldig terras. Maar lekker van kijken en de Waal kan zien en de nieuwe brug te oversteken. Want was toch wat ophef volgens mij? Veel bezoekers van de Valhalla die hadden een gegeven moment van dit is ons. Ja, hier mag niks mee gebeuren, dat moet gewoon blijven, we willen niet weg. Nee, we hebben ook geprotesteerd bij de gemeente. Ja. En dan hebben we alle ouders met kinderen uitgenodigd die eigenlijk altijd bij ons komen skaten. Wat was de reden, voornaamste reden dat ze niet weg, dat jullie niet weg wouden? We wouden gewoon nog door blijven gaan. Dus het Valhalla vind ik zelf een geweldig concept. Ja. En, het is ook een jongerencentrum. En dus komen gewoon tegenwoordig steeds meer kinderen langs om lekker te komen skaten. En dat vind ik wel een betere optie als thuis voor de tv zitten. Ja. En hoe is dat bij jou ooit begonnen dan, met interesse voor skaten of met de step? Ja, ik ben begonnen met inline skaten toen ik 4 jaar oud was. En, 4? Toen ben ik begonnen. Was er vroeg bij? Maar dan was het echt ook alleen maar door de straat heen met buren. Oké. Okay. Daarna een keertje naar het skatepark. Ben ik achtergekomen dat ik het erg leuk vond en trucs mee te oefenen. En sindsdien ben ik een beetje begonnen met skaten. En op een gegeven moment heb ik voor mijn opleiding die ik toen deed, moest ik een stageplek zoeken. Toen wou ik heel graag bij het skatepark Valhalla stage lopen. Ja. Ik kwam kracht dat het ook nog eens mogelijk was. Dat is nog gelukkiger. En dan ben ik als stagiaire bij de Valhalla begonnen. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik vrijwilliger geworden. En na een aantal jaar ben ik vaste werknemer. Tof. Doe je dan ook mee aan battles of zo? Zijn er van die battles met de step bijvoorbeeld? Er zijn wedstrijden. Ik heb tot nu toe met 4 stepwedstrijden meegedaan. Ja. 2 in Valhalla, eentje in Den Haag en 1 in Rotterdam. Voor Rotterdam was het Nederlands kampioenschap. Ja.
Toen ben ik 11e geworden, tot grote verbazing, wat ik niet had verwacht. Oké. Okay. Maar dat was alweer een paar jaar geleden. Maar verder, ik vind het zelf leuker om gewoon een hele dag lekker te skaten met vrienden. Ja. In plaats van de hele dag met één wedstrijd bezig wezen. Want ja, het is toch net iets anders. Te veel spanning, daar hou ik niet van. Je bent zelf ook geboren en getogen in Nijmegen? Nee, ik kom zelf uit Thailand. Oké. Okay. Ik ben toen ik 1 en 4 maanden was, ben ik geadopteerd. Ja. En naar Nederland toegekomen. En sindsdien heb ik eigenlijk alleen in Nijmegen gewoond. Je herinnert natuurlijk niks meer van Thailand, de periode. Nee. Daar was je nog te jong voor. Nou, alleen maar dingen die ik nog op video's heb gezien van vroeger. Ja. Ik ben er zelf een aantal jaar geleden nog terug geweest naar Thailand. Vakantie of echt met een doel? Een beetje van beide. Oké. Okay. Eén dag gingen we terug naar het kinderthuis, waar ik zelf uitkom. Het was best wel heftig om dat mee te maken. Wat was heftig? Om daar weer terug te zijn. Ik weet niet, het voelde heel erg vertrouwelijk aan. Ja. Maar toch ook weer helemaal niet, want ik kende daar niemand. En toen heb ik ook gezien op welke afdeling ik heb gelegen. Ja. Dat is wel apart dan als je dat dan... Je herinnert je het niet, maar als je daar zo rondloopt en je weet dat je daar hebt geweest als kind zijn of als baby zijn, dat het dan toch wel indrukwekkend kan zijn. Ja. Ja, het was ook wel heftig. Ik vond het ook zelf wel grappig, achteraf dan. Ja. Ik kwam in één keer twee vrouwen naar mij toe rennen en ik begon bij meteen te knuffelen en heel hard te huilen. En echt, ik keek in volle paniek naar mijn pa toe met de vraag van wat moet ik doen? Ja. En mijn pa die deed gewoon precies hetzelfde, alleen dan naar onze tolk. Wat moeten we doen? Ja. En op een gegeven moment zei die persoon, de eigenaar van het kinderthuis, dat het die twee vrouwen daar al heel erg lang deden werken. En die mij toen ik klein was nog hebben verzorgd. En die herkende jou? Die zei, oh, dat is die baby. Ja. Lijkt me toch sterk? Ik bedoel, ze weten toch niet... Ik was 1 en 4 maanden, dus ik was wel iets groter. Ik kon enigszins lopen. Maar die herkende mij ook nog van foto's van mijn ouders. Die sturen ook één keer in zoveel jaar een fotootje naar hen op. Hoe ik er nu uitzie. Maar die kende mij en kon mij meteen huilend knuffelen. Dat lijkt me ook wel een apart gewaarwording. Voor jou? Ja. Toch een bepaalde emotie van een ander waar je niet direct van weet wat je ermee moet of zo. Mm-hmm. En ook nog op zoek geweest naar de biologische ouders? Of... Nee. Geeft het ook vooral aan als je hier niet over wilt praten hoor. Dus dat... Nee, ik ben daar zelf niet zo moeilijk in. Okay. Maar bij mij is het een beetje het punt dat toen ik geboren werd, mijn biologische ouders mij een andere achternaam hebben gegeven. Ja. En ze hebben wel nog een, toen ik van het kinderthuis naar het, van het ziekenhuis naar het kinderthuis kwam, ja. Dan hebben die mensen van het kinderthuis nog gezocht naar mijn biologische ouders. Ja. Alleen tot zover ik weet hebben ze wel een stelletje gevonden met dezelfde achternaam. Ja. Maar niet, die waren te jong of er was iets aan de hand waardoor ze geen kinderen konden krijgen of nog geen kinderen hadden. Ja. Dus dan kon het nog niet zijn. Dus moet ik nu denk ik een DNA-test doen. Want die zoektocht die speelt wel nu bij jou nog? Nee. Of, nee? Ik zeg altijd van het lijkt me leuk om ze een keer te ontmoeten, maar ik heb er tot nu toe nog helemaal geen behoefte aan. Nee. Ik heb hier geweldige ouders. Ik heb niks te zeuren eigenlijk. Nee, mijn schoonzus die is ook geadopteerd. Ze komt uit Chili en met haar ook wel eens een gesprek gehad. En eigenlijk een beetje hetzelfde als jij zegt. Die kwam op een gegeven moment ook bij een gesloten deur. En dan kan je wel verder willen zoeken wat ze zei. Maar ja, werkt op een gegeven moment niet. Is het zoals het is. En als je dan gewoon daar dat een plekje kunt geven, dat is wat zij dan zegt, dan is het goed. Mm-hmm. Ja, zo zie ik het ook een beetje. Een echte NIM-wegenaar. Ja, ik doe mijn best. Echt, ja. Gewoon netjes ABN spreken, algemeen beschaafd NIM-weegs. Maar... En welk stuk van Nijmegen vind jij helemaal geweldig om lekker met je step zo langs te steppen, zeg maar? Ja, het Walen natuurlijk. Ja, en los van de Walen, een ander stuk gebied Nijmegen. Bij voor de skaters die kijken, die dan denken van hé. Hey, een onontdekt plekje in Nijmegen moet ik naartoe? Nou, die weet ik jammer genoeg niet, maar ik vind het altijd leuk bij de Goffert te skaten. Ja. Heb je ook zo'n skateparkje.
En ja, eventueel lekker door de stad cruisen. Gewoon lekker hard gaan, een beetje mensen ontwijken. Kijken hoe lang het goed gaat. Ja, ook wel gewoon tof dat je uiteindelijk van je hobby gewoon een fulltime job hebt kunnen maken. Want dat hoor je niet vaak. Want ik heb niet eerder iemand in de stoel gehad die zegt van ja, ik geef steples. Nee. Ik ben ook de enige tot nu toe in Nijmegen. Ik ben wel bezig met een paar kinderen enigszins opleiden tot stepleraar. Ja? Maar ze zijn allemaal nog te jong. Het is geen erkend titel of zo, denk ik, toch? Dus heb je daar een bepaald... Moest jij bijvoorbeeld een examen of zo afleggen om les te kunnen geven? Nee, toch? Ik was gewoon de enige persoon die op een stepje reed en al ervaring had met lesgeven. Hm. Vroeger nog wel geassisteerd bij de inline skate les in Valhalla. Ja. En nog een tijd skateboardles gegeven. Uh-huh. Maar ja, daarom had ik ook wat meer ervaring met lesgeven zelf, vooral bij het skaten. Oké. Okay. Ben je het type die dan ook af en toe zo'n auto beetpakt en lekker met je step, zie je als in die films, hè? Dat is dan yeah. Ja, met stepje niet. En ik heb het ooit één keer met skates achter een bus aangehangen, omdat ik niet de bus ingelaten werd door die buschauffeur, omdat ik skates aan had. Ja, had hij dat door of niet? Ja, ik stond gewoon met mijn skates aan, ik wou instappen en zei die chauffeur dat ik niet naar binnen mocht, omdat ik skates aan had. Omdat je skates aan had? Ja. Skates gewoon echt... Ja, skilers. Maar waarom mag je daar niet in de bus? Ja, dat is blijkbaar slecht voor de ondergrond of iets. Ik zou het echt niet weten. Maar ik mocht niet naar binnen. Dus heb ik twee haltes aan de bus gehangen. Vond ik best wel leuk. Vond wel hard. Maar wel gevaarlijk, denk ik dan. Ja, dat ook wel. Maar het is beter als ze zelf moeten skaten. Maar haalt het niet door? Nee. Volgens mij niet. Hoe reageerden omstanders die jou dan zo zagen? Die begonnen gewoon te lachen. Oké. Okay. Ja, je ziet niet elke dag iemand met skates aan achter een bus hangen. Als je een filmpje had gemaakt, was je misschien ook wel bij RTL Late Night met je filmpje gekomen. Dat is die kerel die toen op zo'n trein sprong, die op een gegeven moment viral ging. Ja, ja. Niet dat ik je op idee wil brengen, hoor. Ja, dat is wel een goed idee, hoor. Dat lijkt me niet toch als ik denk, volgende week ergens lees van jongen met skiëler ergens onder een bus terechtgekomen. Dan zou ik me wel schuldig voelen. Nee, dat hoop ik niet gebeuren. Nee, ik heb jammer genoeg... Ik heb ooit als kind zijn wel een skatebordje gehad, zo'n kleine. Maar ik kon er gewoon helemaal niks mee. Ik ben een paar keer op mijn bek gegaan. Dus dacht ik van, dit gaat hem niet worden. Dat geldt ook voor skiëlers, hetzelfde verhaal. Hmm. Ik pak even de spiegel erbij, laat de achterkant zien. Even kijken wat je van de lengte achter vindt. Mm-hmm. Flink wat vanaf. Was ook wel nodig. Zo, zegt er wel hé. Nou, wat je ziet, ik heb hem laag gehouden qua fading, dus van licht naar wat donker toe. Mm-hmm. Gaat ook aan deze kant. Ja, het ziet er goed uit. Nou, van vorig gezien, ik heb de contourlijnen ietsje strakker uitgelijnd, maar ik heb hem ook weer in de fading, dus niet af uitgelijnd, maar gewoon over mm-hmm. laten lopen. Ik wil hem nou eigenlijk een model brengen door het niet zo classy en strakke model te brengen, maar juist een beetje gewoon fluffy en een beetje speels nonchalant. Mm-hmm. Lijkt dat je wat? Ja, is goed. Nou, ik zei wel, ik ga je verrassen met het kapsel, maar je hebt natuurlijk gaandeweg heb je 10 ontstaan, dus echt heel veel verrassing is het niet. Wat gebruik je zelf, iets van product, als je dat gel zei je? Ja, ik heb een pot gel laatst gekocht, omdat het even iets netter moest voor een belangrijk iets. Gewoon vingers erin. Ja, precies. Lekker makkelijk, zolang het me niet recht in mijn gezicht hangt. Ja. Maar ik heb vroeger nog wel een beetje wax gebruikt. Je hebt heel erg stel haar. En doordat ik het nou een beetje inkneed met het product, krijg je net wat meer... Dat nonchalant, zonder dat het heel erg gaat pieken. Mm-hmm. Dus weer hetzelfde effect creëren. Dan moet je vooral het product niet overheen smeren, maar juist... Erin kneden. Erin kneden, ja. Kijk, dan kan je voorstellen, kan je op zich wel nog wat opzij. Of juist naar boven toe. Heb je nog misschien iets te zeggen tegen alle skaters uit Nijmegen, steppers? Een tip of... Hey, je bent docent, is er een gouden tip die je kunt meegeven?
gouden tip. Onthoud altijd goed, 3 keer is trucje. Als je het eerste keer landt, kan het toeval zijn. De tweede keer kan het alsnog toeval zijn. Dan land je hem 3 keer achter elkaar zonder op je bek te gaan. Dan kun je officieel trucje. Oké. Bedankt voor het gesprek. Heel bedankt. En veel plezier met je nieuwe club. Dankjewel.